Ga er gewoon voor. Wow. Maar vanaf nu is het gewoon niet meer goed. Iedereen is aan het kansen. Welkom bij de prankshow, mensen. Mijn naam is Kalvijn en in deze serie neem ik bekende mensen in de maling door middel van een verschrikkelijke prank. En in deze aflevering is mijn slachtoffer... Sonny. Huh? Wie? Nou ja, Sonny. Hij deed ooit mee aan het prachtige programma Temptation Island. En zei daar allemaal geniale dingen zoals... Dat is mijn proposal. En... Het is mijn levensproject. Vandaag ga ik een prank. Waarom? Nou ja, wie wilde nou niet een ex-Temptation Island deelnemer slecht zien gaan? Dit wordt lachen. Sonny, onder andere bekend van Temptation Island, komt hier omdat hij denkt dat hij zijn eigen kookprogramma gaat krijgen. Vandaag draaien we de eerste aflevering. Maar wat hij niet weet is dat we hem allemaal fucking rare dingen gaan laten zeggen. En vooral allemaal fucking rare dingen gaan laten eten. Welkom in Sonny's kookstudio. Of Sonny's keuken, ik weet nog niet hoe we het gaan noemen. We hebben een heel team bij elkaar. De regisseur staat op rechts, de producer is hier ook. De chef-kok. Die gaat natuurlijk even helpen, maar die gaat er ook voor zorgen dat Sonny allemaal dingen in zijn mond gaat stoppen waar hij niet echt zin in heeft. We hebben een cameravrouw, die gaat alles aan elkaar filmen. Welkom bij de eerste aflevering van Sonny's kookprogramma. Hoi, lieve mensen, mijn excuses. Ik heb de tijd van mensen zijn doorgekregen. Sonny is binnen. Hij was een uur te laat. Dus dat is mooi, want hij is dan heel erg geneigd om heel erg zijn best te doen. Ik ga gewoon mee luisteren. We beginnen met het proeven. Ja. En dan gaan we een gezonde shake maken. En dan gaan we een stukje bakken en braden. 5 minuten over. Nou. Ik heb er helemaal zin in. Sonny moet even in de flow komen, dus we gaan even wat introotjes. Hè. Hup, welkom bij, bla bla bla. Je moet iemand meteen kapot maken, je moet hem rustig erin meenemen. Maar hoe gaan we het doen? Sonny's Kitchen, koken met Sonny. Sonny's Kookshow, er is van alles voorbij gekomen. Bakken en braden met Sonny. Sunny Side Up, dat is met het eitje altijd al. Sunny Side Up, ja. Oh, die vind ik wel leuk inderdaad. Lieve jongens en meisjes, dames en heren. Welkom bij het nieuwe kookprogramma Sonny Side Up. Ik ga jullie vandaag kennis laten maken met een aantal verschillende smaken. En we gaan vandaag beginnen met zoet. Lekker. Ja, lekker. Goed man. Goed. Ja, dat is echt, ja. Enthousiasme straalt er vanaf. Dat is waar je wel uitgenodigd. Hij is zo enthousiast. Smaaktheater? Sorry, smaaktheater. Ja, leuk. Smaaktheater. Smaak ook doen. Ja, heel leuk. Ja, smaaktheater. Heel leuk. Lieve mensen, welkom bij het nieuwe kookprogramma Sonny's Smaaktheater. En ik ga jullie vandaag kennis laten maken met een aantal verschillende smaken. En we beginnen met zoet. Geen allergie of ergens last van? Van vrouwen ben ik... Dat kan echt niet. Laten we gewoon 1 voor 1 en dan kunnen we hem knippen plakken. En we beginnen vandaag met het lekkerste, uiteraard met zoet. Dit ken je natuurlijk allemaal. Pannenkoeken, siroop. Gaan we even testen. Ja, dit is toch wel mijn favorietje. Het is pas het begin, hè jongens. Moet jullie wel beseffen. Het wordt straks echt verschrikkelijk. En dan gaan we over naar zuur. Dit is echt, ja, dit is zuur. Dit is heel zuur. Sonny zit wel gewoon echt lekker daarin. Hij is enthousiast, hij heeft er zin in en dat is voor de acteurs wel echt chill, want dan hoef je niet heel veel te doen. En dan gaan we door naar de volgende. We gaan van zuur naar zout. Hierdoor komen alle smaken meer naar boven. Dan gaan we ook eventjes uiteraard proeven. Het is niet de bedoeling dat mensen thuis gaan photoshoppen, maar zout kennen we allemaal. Top! Ja, lekker! En dan gaan we van zout naar... peper. En nou had ik wat leuke kleine stukjes gesneden, maar we gaan er gewoon voor. Hij eet er fucking peper op. Dit is een hele pittige aflevering, jongens. Wat de fuck, deze gast is gek, hè? Deze gast is gek. Water, water. Ja. Wow. We willen even een paar lekkere one-liners. Je hebt er al een paar gemaakt, maar one-liners. Ja. Dus we willen er ook even nog een paar meer even opnemen los. Let's do this. Happiness is a sunny day. The only way is sunny, baby. Sunny, yesterday my life was in the kitchen. Gewoon alleen sunny days en dan vette knipoog en die mooie smaak van jou erbij. Een goed kookprogramma heeft natuurlijk quotes nodig, one-liners, zoals Sunny Side Up of The Only Way is Sunny, baby. Inderdaad, tenenkrommende quotes. We gaan ervoor zorgen dat Sonny zoveel mogelijk van die quotes gaat proberen te zeggen. Sunny days! Sunny days! Put more Sunny in your kitchen! Yes! Oh my god, it's good. The only way is Sunny, baby. Zoiets, maar meer dan zoiets. Sunny days zijn de beste. Sunny days zijn de beste. Sunny days zijn de beste. Hij wordt steeds anders. Je voelt hem, hè? Ja, tuurlijk. Even die viper in gooien, hè? Een motortje even. Oh. Ik zie het. Lekker. Ja, heel goed. We zijn nogal alleen maar complimentjes aan het geven. Het is de hele tijd, ja, het is echt fijn. Ja, het gaat echt goed. Ja, het is zo leuk. Ja, het is zo grappig. Het is helemaal niet grappig. Het is echt tenenkrommend. We gaan vandaag een Noord-Afrikaanse overschotel maken. Dit is lekker pittig met veel kruiden. Onder andere met iets wat ik vaak gebruik, maar bijna nooit goed uit kan spreken. Dat is de Ras El Hanout. Mark mag hem de instructie geven om soms tijdens een shot ineens te zeggen: the only way is Sonny, baby. Zou jij nu toch gestopt zijn? En vraag mij ook tussendoor een van die quotes die we net gedaan hebben. Snap je de Sunny Side Dove of dat nou, soort dingen? We gaan namelijk een Noord-Afrikaanse overschotel maken. The only way is Sunny, baby. Ja, je kan het beter hebben dan niet. Even naar mij toe komen. Gewoon even zeggen dat jullie even iets overleggen op de gang. Ja, tuurlijk, ja. Spreek hem even door wat de volgende stappen zijn. Ja. Oké. Hij zit nu vol zelfvertrouwen. Hij denkt, ik vind het alles grappig. Vanaf nu reageer je eigenlijk niet meer echt enthousiast. Als hij bijvoorbeeld die quote doet, only way is only baby. Dan is het een soort van, oké. Jullie zijn niet meer zo van, ja goed. Maar vanaf nu is het gewoon niet meer goed. Dus je hoeft niet te zeggen dat het slecht is, maar het is gewoon, het is ook niet meer grappig. Ja. Dan doen we het in een ovenschaaltje. Dat heb ik nu even, ik had geen andere. Dan doen we hem even in. Dan zetten we hem in de oven. Ondertussen gaan we dan een smoothie maken. Wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag een van mijn favoriete ingrediënten maken. De Noord-Afrikaanse overschotel. En die maken we lekker met deze Noord-Afrikaanse specerijen. The only way is Sunny, baby. Paprika, korianderzaad, komijnzaad. Het bevat heel veel zaad. Nee, doe maar niet. Nee. Niet zoveel zaad? Nee, iets. Ja, niet, anders is het niet meer, denken ze van, dit is geen koken weer. Paprika, heel belangrijk, hij moet geel zijn, Noord-Afrikaans, zit in de vlag. Dus toch inderdaad geel, de kleuren van de vlag ook. Nee, ik vind niet zeker, nee, ik ook niet, nou, prima. En maak het af met een uitje. Let's do this, the only way is Sunny, baby. Yes. Herhaling is kracht, hè? Op een gegeven moment zit hij er, na een paar keer zit hij er altijd lekker in. Nou. Dat zeg ik ook tegen mijn vriendin. Het is niet meer leuk. En dan weer, ben je Sunny, baby? Ja. Of let's make it Sunny? Nee. Only way Sunny, baby. Ja, we houden denk ik bij één groot die we nog steeds kunnen gebruiken. Ja, de aardappeltjes bak je lekker Kalvijn. Gaat het allemaal net even snel, kan je het ingrediënt en het hele proces nog eventjes op de website vinden. The only way is Sunny, baby. Ik heb iets grappigs bedacht, misschien voor de intro van de smoothie. Oké, hij mag het proberen. En als hij het dan gedaan heeft, dan zeg ik nee, is niet leuk. Ja, dat mag ik proberen. Ja, toch? De Noord-Afrikaanse overschotel is lekker aan het bakken. En dan gaan we door naar het volgende. Want vandaag is groen de kleur van onze smoothie. Ik zal even klappen. Groen is gezond. Nee. Ja? Ja. Alleen gewoon lekker muttelen. Ja. Ja. Hij wordt gewoon vol afgekapt. Appeltjes erin. Hartstikke idee. Het is mooi als je de lepel mooi vol doet, zodat we in ieder geval een goede, goed zien alle ingrediënten die er zijn. En dat je dan de camera in kijkt en zegt, the only way is Sunny, baby. Yes, de Noord-Afrikaanse overschotel is af zoals je ziet. Hij is lekker kleurig, we gaan hem even proeven. En dan is het tijd voor deze rakker. Sonny heeft net een lekker schoteltje in de oven gezet, maar we gaan hem verwisselen met deze. Wat is hier anders aan? Hij heeft hem gemaakt met gele en rode paprika en wij hebben hem vervangen met gele en rode Madame Jeanette. Madame Jeanette is zeg maar de heetste peper die je kan krijgen. Ja. Dan staat natuurlijk zijn hele bek in de fik. Vervolgens gaat iedereen kotsen. We hebben hier kots, dat stoppen ze in hun mond, gaan ze overal overheen spugen. En dan gaan we kijken hoe het afloopt. Ja, ik weet het ook niet. Het is lekker kleurig, we gaan hem even proeven. Hij heeft de hap genomen. Lekker en gezond. Dat gaan we ook even testen. Ik vind het helemaal geslaagd. The only way is Sunny, baby. Oeh, hij is heel pittig. Pittig? Ja, heel pittig. Maar ik eet weer wel heel hard paprika's. Is het pittig, hè? Is het zo pittig? Nee, ik denk dat ik gewoon heel hard paprika's neem. Oh. Oh. Zus. Oh. Heel pittig. Mm. Iedereen is aan het kansen. Iets te pittig. Doekje pakken? Net iets te pittig. Hij gaat helemaal kapot. Ik hoor zijn adem. Gaat hij liever? Ja, ik ga wel gewoon, naar binnen, denk ik. Ik heb het gehoord, the only way is Sonny, baby. The only way is Sonny, baby. Lekker! We gaan nu niet. Jezus. En ik ben zo bewust nog. Ik ben zo bewust. Ja, ik dacht van wauw, het gaat niet zo heftig. Maar het is ook echt heel pittig. Wauw, wat is de bedoeling dat het eindresultaat echt heel pittig was? Ja, tuurlijk man. Ik dacht, ik hou me groot. Ik hou me groot. Iedereen begon te kotsen. Heerlijk. Ik kon me echt niet voorstellen dat een kookprogramma met Sonny. Ik kon me ook echt oprecht niet voorstellen. Maar ik sta voor alles open. The only way is Sonny, baby. De prankshow stopt. Voorlopig. Laat vooral even in de comments weten wie ik nog meer moet pranken. Want er komt er misschien wel een nieuw seizoen. Doei!